En de loting vond vanmiddag rond het middaguur plaats in Zwitserland. Benfica, next Portuguese team. Benfica uit Portugal en daar heeft PSV natuurlijk een historie mee. En na de naam van Benfica kwam die van PSV Eindhoven uit het groene balletje. We'll play PSV Eindhoven. Wedstrijden op 7 en 14 april. PSV begint met een uitwedstrijd. En dit zijn beelden van de wedstrijd van gisteravond tussen Paris Saint-Germain en Benfica. Dat thuis al met 2-1 had gewonnen, Benfica. En hier via Gaetan een 1-0 voorsprong neemt. En dat zou de uitslag van de wedstrijd worden. En trainer Fred Rutte van PSV is tevreden met Benfica als tegenstander. Je weet, als je bij de laatste 8 zit, dat de makkelijke tegenstanders zullen er niet zijn. Maar ik zie wel perspectief, ja. Het had lastiger gekund. Ja, nou, zeker ook het aanreizen. Dus wat dat betreft en eerst uitspelen, daar ben ik ook wel content mee. Dus nee, ik zie wel perspectief. Ik heb natuurlijk nog niet, ben er niet helemaal ingedoken, maar ik weet wel dat het team, eigenlijk, volgens mij speelt er maar één Portugees in, de rest zijn allemaal Argentijnen en Brazilianen. En de meest memorabele ontmoeting tussen PSV en Benfica dateert van 25 mei 1988 in Stuttgart, de finale van het Europa Cup 1 toernooi. Van Breukelen. Pelozo. Ja, ja! PSV niet. PSV pakt de Europa Cup. Van Breukelen. Doet het. De man van het polletje. Die een geweldig jaar daaroverheen gooide. Weer tegen een historische club zoals Rangers dat ook was. En ik vind het wel. Het biedt absoluut perspectief voor ons. Ik zie niet in dat zij de absolute favoriet zijn of dat wij de absolute favoriet zijn. Er zitten heel veel mogelijkheden, denk ik. Hoe kijk je tegen dat toernooi aan? De landstitel is voor PSV het allerbelangrijkste. Maar is de Europa League dan een bonus? Moet ik dat zo zien? Het zou heel vreemd zijn, hè? Als je bij de laatste 8 bent van Europa. Ja, kijk, je kan bijna niet zeggen van daar ligt de focus op of daar ligt de focus op. Omdat namelijk iedere wedstrijd die je speelt als sporter wil je namelijk winnen. En het is natuurlijk wel een enorme belasting op onze spelersgroep. Maar wij zullen ons dusdanig voorbereiden dat we hopelijk wel dat we iedereen fit houden. En omdat namelijk, zo kun je maar zien, dat zo richting het einde van het seizoen, Dat je heel veel mensen nodig hebt. En dat zie je gisteren bijvoorbeeld alweer, dat Manuel niet kan. Nou, dan pak je een jongen op uit het tweede aftal, die op die positie altijd speelt. Waardoor ik mijn aftal niet door elkaar hoef te gooien. Nou, dat pakt dan goed uit. Dus wat dat betreft zullen wij ook dusdanig gaan trainen dat we iedereen fit houden. Ja. Want, misschien moet ik jou eens een gewetensvraag stellen. Is Ajax nu in het voordeel in de strijd om de titel, nu ze geen Europees voetbal meer spelen? En dus niet die belasting hebben, die rustweken hebben waarin jullie heel veel energie verwerken? Je kan het alle vaartje kan je het gaan gieten. En, zij zijn natuurlijk wel in het voordeel dat zij een hele weekcyclus hebben. En een weekcyclus kunnen voorbereiden op de tegenstander. Ja. En daar kun je ook gericht op gaan trainen. Dat is wel een voordeel, ja. Maar verder geen? Nee, van de andere kant hebben wij de grote wedstrijden. En het ritme. En de grote wedstrijden die je als team zijn ook alleen maar beter kan maken. Dus, maar goed, dit moet nu wegstoppen. Want ik denk dat zondag voor ons het allerbelangrijkste is. En dat is FC Utrecht. Dat is ook een grote wedstrijd. Ja, dat is een. Zeker als je uit de Europees komt. Dan moet je zondag in een thuiswedstrijd. Ja, dan moet je voor de 3 punten gaan. En dan moeten we namelijk dat herstellen wat we in Nijmegen hebben gedaan. En ik heb daar wel een goed gevoel over. En we spelen thuis. En ik moet wel zeggen dat Utrecht is de laatste jaren wel gegroeid als ploeg dat wil voetballen. We hebben een aantal voetballers erbij die ook kunnen voetballen. Zeer getalenteerd zijn. Mertens, ik vind een Schootman, dat zijn wel hele goede spelers. Ja. Ik zeg bewust, Utrecht thuis is ook een grote wedstrijd, want iedere competitiewedstrijd is eigenlijk een finale. Nou, kijk, we moeten zorgen dat we dit blok goed afsluiten. En dit is dan de laatste in de reeks van wedstrijden. En dan, in mijn optiek, gaat dan pas het seizoen beginnen, hoor. Dat is dus na de break van de Interlands. Nou, dan moet je ook weer afwachten, hoe komen spelers weer terug, fysiek.
Dus, maar zondag moeten we echt de focus pakken van we moeten voor de winst gaan. Geen problemen overgehouden naar aanleiding van de wedstrijd. Kan Manula spelen tegen Utrecht? Ja, die kansen zouden best in kunnen zitten dat Stani wel kan gaan spelen. Ja. Kijk, het was zo kort om elkaar. Na die elleboog die hij kreeg hij vol op zijn snuit zondag. En heeft daar vrij veel pijn aan gehad. Ja. En dan is het moeilijk om dat even weg te zetten. En als je dan een tegenstander treft dat... Dat fysiek geweld niet schroomt, ja. Dan had hij niet echt gevoel en de volste overtuiging dat hij ook durfde te spelen. Ja, dan moet je dat ook niet doen, denk ik. Maar voor zondag geen probleem? Voor zondag zou het zomaar kunnen zijn dat hij wel kan gaan spelen met een masker.